Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil mijn spreektijd graag gebruiken voor het indienen van de volgende drie moties waarvan de inhoud voor zich spreekt. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat bij de in tentenkampen verblijvende vreemdelingen is vastgesteld dat zij niet voor een verblijfsvergunning in aanmerking komen en terug dienen te keren naar het land van herkomst, overwegende dat ook is vastgesteld dat deze vreemdelingen weigeren om medewerking aan hun terugkeer te verlenen, verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de uitzetting van deze uitgeprocedeerde vreemdelingen met de grootst mogelijke spoed ter hand wordt genomen, waardoor tentenkampen ophouden te bestaan en gaat over tot de orde van de dag. Wordt deze indiening van deze motie gesteund? Dat is het geval. Dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Tweede motie, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de regering op 15 november jongstleden de vreemdelingen in de tentenkampen in Amsterdam en Den Haag die nog een toelatingsprocedure hebben lopen, heeft aangeboden om opgevangen te worden in een asielzoekerscentrum, constaterende dat deze vreemdelingen hiermee in vergelijking met andere vreemdelingen een voorkeursbehandeling krijgen, van mening dat een dergelijke voorkeursbehandeling een ongepaste beloning is van het negeren van de vertrekplicht, verzoekt de regering de vreemdelingen in de tentenkampen geen voorkeursbehandeling te geven, hen te behandelen conform het geldende vreemdelingenbeleid en aan hen geen opvang te verlenen zolang zij hun terugkeer naar het land van herkomst blijven saboteren, en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie gesteund? Dat is het geval. Dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Gaat u gaan. Laatste motie, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat in 2007 met de Nederlandse gemeenten is afgesproken om de noodopvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen door de gemeente met ingang van 1 januari 2010 te beëindigen. Overwegende dat volgens de burgemeester van Amsterdam 10 gemeenten zich bereid hebben verklaard om de thans in tentenkampen verblijvende uitgeprocedeerde asielzoekers opvang te verlenen. Overwegende dat het terugkeerbeleid door het schenden van genoemde afspraak ernstig wordt ondermijnd, verzoekt de regering de gemeenten die de met hen gemaakte afspraken in zaken noodopvang aan hun laars lappen en die toch overgaan tot het bieden van opvang aan de uitgeprocedeerde asielzoekers uit de tentenkampen financieel aan te pakken door middel van een forse korting op het gemeentefonds, en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie gesteund? Dat is het geval. Dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Dank u wel.